Nieuwe poging en deze poging vindt goedkeuring in de ogen van de starter en dus zijn de paarden onderweg. En wordt er gestreden vooraan en is het aan de binnenzijde Adonis Charisma, maar aan de buitenzijde Clap Your Hands. Zo gaan ze dan de eerste bocht in. Daarachter volgt dan aan de binnenzijde John Westenbrink en hij is actief in deze koers met Unexpected wel en heeft eigenlijk een fantastische beginfase gekend. Als ze dan afkoers op de rechte lijn, zo dadelijk voor de tribune, dan bij het passeren van de finish nog 2 volledige rondes te gaan. En de leiding is in handen van Clap Your Hands. Adonis Charisma, eerste paard aan de buitenkant, Yokohama is. Daarachter volgt dan aan de binnenzijde paard nummer 5, Unexpected Well, Zizero Boko. Achter Zizero Boko is dan in het tweede spoor Riek Glorieux Dubois. En achter Riek Glorieux Dubois volgt dan met aansluiting Malon Pauls, achter Jen de Meelman. Dan Barak Flevo en op de laatste plaats met aansluiting volgt Sahir Charisma. Paarden komen dan op weg naar de linkerbocht met nog altijd dezelfde volgorde waarbij Clap Your Hands het tempo mag bepalen. De laatste keer op Duindicht een dodelijke startfout en fantastisch teruggekomen. Nu 1 koers verder liggen de mogelijkheden, maar in het achterveld gaan de grote namen zich zo langzamerhand roeren. Het is Barak Flevo die als eerste ten aanval trekt en Sahir Charisma die komt er dan direct achteraan. Paarden komen in de rechte lijn voor de tribune. En zo koersen ze dan af op het hoefijzer met nog 2 volledige rondes te gaan. En Clap Your Hands, die heeft de leiding in handen. Clap Your Hands. Op de tweede plaats hebben we dan aan de binnenzijde nog altijd daar die John Dekker met Adonis Charisma. Maar aan de buitenzijde is langzaam maar zeker naar voren gekomen. Het paard van Dennis Minema, dat is Barak Flevo. Uitgeschakeld paard nummer 6. 6 galop. Een galopade voor Jen de Meelman en die verdwijnt daardoor van het toneel. En we gaan dan af op de verre linkerbocht met nog altijd aan kop van het veld Clap Your Hands. Clap Your Hands heeft een halve lengte, Barak Flevo aan de buitenkant. Daarachter volgt dan aan de binnenzijde Adonis Charisma met verreweg Unexpected Well. Dan Yokohama S, Sahir Charisma krijgt geen makkelijke koers. Daartussendoor trekt dan mee Riek Glorieux Dubois aan de binnenzijde Cesar Oboco. Zo komen we dan weer in de rechte lijn voor de tribune. Bij het passeren van de finish nog een ronde. En Clap Your Hands is nog weinig onder de indruk van het paard daarnaast Barak Flevo. Maar wat niet is, kan nog komen. Achter Barak Flevo hebben we dan aan de binnenzijde nog altijd die Adonis Charisma. En achter Adonis Charisma, er is een sluipmoordenaar in de wachtkamer. John Westenbrink met zijn Unexpected Well. En zo gaan de paarden dan af op einde overzijde. En Barak Flevo, die gaat nu toch ernst van de situatie maken. En Barak Flevo heeft inmiddels een halve lengte voorsprong. Clap Your Hands kan die aanval niet pareren. Achter deze deelnemers komt dan aan de buitenzijde nog de aanval van Riek Glorieux Dubois. Maar die wordt voorafgegaan door Unexpected Well. En zo komen de paarden dan in de laatste rechte lijn. En het is aan de binnenzijde Barak Flevo. Ja, en die is dan toch een maatje te groot hier voor de concurrentie. Eigenlijk een goed betaalde trainingsrit tot op dit moment. Vanuit het achterveld komt dan Riek Glorieux Dubois naar voren. En die komt dan in het gezelschap van Unexpected Well. Maar het is hier met veel machtsvertoon Barak Flevo. Tweede wordt aan de 9. Dat is Riek Glorieux Dubois. Close op de derde plaats tussen Unexpected Well en Adonis Charisma. De aankomstrechter heeft wat dat betreft het laatste woord. We gaan huldigen, dames en heren, de winnaars van de Alkmaar Spaarsprijs. En dat zijn geworden Barak Flevo en Dennis Minema. Overwinning nummer 101 voor hem en een hat-trick hier vandaag op Alkmaar. 7 jaar deze bruinerijn Offshore Dream met Hell Angel. Gevokt door Ulrike Berthe, Titia en Sijp Iwema. Nettle Racing de eigenaar, Bas Krebas de trainer, Dennis Minema de winnende rijder. De derde bosbloemen, het derde paaspakket en ook de derde sierdeken voor... In de wacht gesleept door Dennis Minema. Maar dit, Dennis, was een demonstratie. Ja, dat is leuk, zulke paarden. Hij vloog om een hoek. Hij vloog echt om een hoek. Ja, en voor hij vond het gewoon de mooie oortjes erop. En hij komt ook met de oren over de oren omhoog op over de streep. Dus wat leuk hier. Oh, mooi. Ik mis de trainer. Kijkt hij vanuit huis mee? Nee, die is bij Lucas in Amerika. Oh. Ja, die komt morgenmiddag weer thuis. Okay, nou, dan gaat het dan het echte werk weer beginnen. Nou, we redden ons wel, hoor. Twijfel ik ook niet aan. Dennis Minema, super dag vandaag. Hij is absoluut de man van de dag. Met een drietal overwinningen. Maar dit was de belangrijkste natuurlijk in Alkmaars Paasprijs. En zo dadelijk. En namens de draf van Alkmaar, de heer Jan Bruin. Daarbij op de foto met Barak Flevo. Eigenlijk een eer dat hij hier vandaag aan de start verscheen. Een fantastisch paard. Een paard dat in Europa zijn mannetje staat. Vandaag op Alkmaar. Geef maar een extra groot applaus. Barak Flevo. Dennis Minema.